Ja. Sturen wel hoor. Nee. Ja, ik heb het wel herinneren hoor, die fietsen. Ja. Ja, oma die kan daarop zitten en Hoi hè? Oh, ja, ik bedoel eigenlijk andersom. Nee, ja, dat was ja, dat was het niet man, hè? Ja. Die zijn leuk, hè? Die. Ja. Hebben jullie met die hoge hakken gezien? Ja. Moet je zeker? Hier op de huwelijkspomp. Ja, mooi hoor. Hier, schaatsen. Kijk. Hier. Ja. Hier, spannend. Spannend zootje. Die moet niet allergisch zijn. Als zijn die mannen, kijk, die houden ze erin. En dan maken ze die allemaal maten. Dan maken ze het er gewoon af.
Dit is de aandrijf. Dit zijn de aandrijfriem voor de lintzaag. En bij de lintzaag daar maakte die nog meer de vorm van de klomp. Ooit heeft hij zijn hand wel eens op hogere leeftijd in zijn hand gezaagd. En dat is niet zo'n fris verhaal, maar toen kwam hij in de keuken en zei: ik moet even een pleistertje hebben. En toen bleek dat er een stukje pees nog eruit stak. En toen dacht hij dat het een spaander was. En dat, dit is een machine waarin, dat heet de decoupeermachine. En daar krijgt de klomp zijn echte vorm. Dat wordt aangedreven door messen. De klompen draaien dus rond en onder zit een klomp. Dat is die vormt dan als het ware gewoon de mal. En daarboven, ja, je ziet ze niet door het hoge toerental, maar je ziet de messen over die heel hard ronddraaien over de klomp gaan. En zo krijgen ze de vorm. En het aardige is, als ik dit beeld zie, is dat het altijd gepaard ging met een hels kabaal. Als mijn vader in de fabriek aan het werk was en hij was aan het boren en aan het decouperen van de klompen, dan was het in de directe nabijheid van de werkplaats altijd een geweldig kabaal. En de spaanders vlogen tegen de ramen op en je kon dan alleen in die ruimte zijn met een bril op, met een veiligheidsbril. Ik geloof. Ja, hij was ook vrij modern in die tijd. Een van de weinige klompenmakers met. Hij was inderdaad. Dit waren toen de tijd hele moderne machines. We zagen net even die drie klompen hier naast elkaar. Ja. De middelste is een mal. Dat is ook weer een mal. En dit is de mal voor de boormachine. Dus die geeft aan. Aan de middelste stang zit dan geen mes. Maar in die andere stangen zitten mesjes en die draaien heel snel rond. En is dat één maat past ons allemaal? Of, Nee, hij had allerlei verschillende mallen. En op basis van die mallen maakte hij dus de klomp op maat. Dit zijn tripklompen, dat zijn zogenaamde lage klompen. En daar werd een riempje overheen getimmerd. En hadden de boeren minder last van hun wreef. Die hadden een hele hoge wreef, maakten die de klomp of met een bepaalde knobbel in de voet. Kon hij de klomp nog zo maken dat hij precies op maat gemaakt werd. En zo had hij ook speciale klanten. En tussen zijn zoon waarmee gevaren is. En hij lag tijdens de Tweede Wereldoorlog lag hij het Openluchtmuseum in Arnhem. Dus een heel stuk is uitgespoten. Toen hadden ze hem gewoon ergens in een schuur liggen. Toen mannen van hier die hebben dus dit gebouwd. Op van alle gemeenten van een boerderij hier uit Enten. En hij ligt dus helemaal op schaal, ligt hierin. Als u nog tijd hebt, is het misschien wel leuk om even te kijken. Het is vandaag Monumentendag, hè? Je kunt niet meer gratis varen, dat is er één van 19. Alles? Ja, dat is wel een heel ander. Alles wat hier even voorzet. Zoals hier in Twente zie ik heel veel de kabinetten en de Friese staartklokken. Ze varen hem heel veel meer naar Friesland, Engeland, Rotterdam, met het Hansen. En ook het Benten en Steenwerk, het Paleis van de Dam, op de Dam meegenomen is. Dat werd ook met de zomer vervoerd van het Benten naar Amsterdam.
Zo. Ja, vertrouwen is goed, controle is beter, hè? Ah, jammer. Kijk eens, we hebben vier kaartjes. Ja, die is prima. Nou, mag ik daar gaan kijken? Hier, ik zal even de handen aan doen. Zoethout? Ja, de sites hebben zoethout. Ja, maar het is een schattig. Zou ze ook een jou zeggen? In Schiedam heb je ook zo'n zakje blauw. Zie je dat dan? Ja, daar. Ja, alles, de kleding met de, ja. En dan moest je het op het bleekveld leggen. Ja. Pechsel voor de gezins en fijne was. Hm? Hier heb je het roste chocolaatjes. Ja. Met zo'n soldaatje. Ja, hier zeep. Sigaren. Nou, herken je me van vroeger? Ja, het E-merk. Ja, ik zei bedden sturen, maar ja, dat is ook al zo bijna een jaar of 50 en maar ja, wat kinderkleding wat er nog is. Ja, leuk. Ja, er is er ook niet zoveel van, want ja, dan ging het er ook van de ene van de een op de ander. Ja. Wel versleten, hè? Ja. Dat is anders dan nu. Ja, ja. Ja, ja, maar dat heb ik van mezelf van vroeger toch wel, hoor. Dat ging er allemaal heel anders in. Ja. Ik denk dat het wel erg 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 anders. Ja. Iedereen gaat het vanavond wippen. Ja, ja. Stil bij zitten, hè? Dit is een bouwstraat, hoor.